Nout Aldehoven. Hij is de data scientist van ons bedrijf, Screenpoint Medical BV, waar wij heel veel doen met deep learning. Nout gaat ons iets vertellen over deep learning en wat er aan open source tools daarvoor beschikbaar is. A question. Is there anyone in the room that would like this talk to be in English? Ja, oké, okay. That's no problem. No, toch in Nederlands. Nou ja, alle slides zijn in het Engels en mijn Engels is redelijk. Dus het had ook in het Engels gekund. Nou, bedankt voor de introductie. Dit is mijn allereerste keer dat ik op de NLUG ben. Dus laat ik eerst mezelf maar eens introduceren. Nou, ik ben Nout Aldehoven. Ik heb in Nijmegen wiskunde gestudeerd en ik ben daarna gepromoveerd in mathematische fysica. Om iets exacter te zijn in de matrixwaardige orthogonale polynomen en kwantumgroepen. Heeft niks te maken met het onderwerp waar ik nu over ga spreken. Dus ik ga er ook niet meer woorden aan vuil maken dan dat. En na mijn promotie ben ik gaan werken bij Screenpoint Medical. En Screenpoint Medical is een bedrijf in Nijmegen dat zich specialiseert in automatische borstkankerdetectie. Mijn functie daar, het werd al gezegd, is data scientist of data wetenschapper. Data wetenschapper is echt een gehyped woord, denk ik. Wat ik eigenlijk meer doe, ik ben nog steeds wiskundige. En ik denk dat ik ook in het bedrijf nog steeds gewoon als wiskundige rondloop. Ik heb een beetje kennis in statistiek. Ik ben zeker geen statisticus, maar met mijn wiskunde begrijp ik wel de statistiek. En ik heb vanuit mijn opleiding ook wel een redelijk sterke achtergrond te programmeren. En die drie dingen samen maken een data scientist. Maar zeg maar, ik had de pijl eigenlijk de andere kant op moeten zetten. Het is niet zo dat je het is niet verplicht om wiskunde, statistiek en programmeren te kunnen om een datawetenschapper te zijn. Het is handig, denk ik. Maar een datawetenschapper is veel meer dan alleen maar dit. Waar ik mee wil beginnen is van waarom is deep learning belangrijk? Dus de term deep learning. Wacht, er zit een muis. De term deep learning is al best wel oud in zekere zin. Dus in de jaren 80 spraken mensen al over diepe netwerken en deep learning. Maar het is eigenlijk pas de laatste paar jaar dat deep learning veel in het nieuws gekomen is. En het ontzettende hype is geworden. En dat komt door de applicaties die voor deep learning de afgelopen paar jaar gemaakt zijn. Een van de eerste applicaties in deep learning waarbij de computer het zeg maar net zo goed dan wel niet beter doet als mens, is de MNIST database. De MNIST database bestaat uit handgeschreven cijfers, die je hier ziet. En deze handgeschreven cijfers, het zijn dus 10 klassen, 0 tot en met 9. En een computer kan deze detecteren. En dat begon al in de jaren 80. Dus volgens mij begin jaren 90 werd deze database al opgezet. En het doel van deze database is dus om een classifier te maken die gegeven één van die patches van 28 bij 28 met een handgeschreven cijfer detecteert of klassificeert van wat voor een cijfer staat hier. Nou, daar is een heel vakgebied uit ontstaan en dat vakgebied is eigenlijk volledig vernietigd toen deep learning om de hoek kwam kijken. Want de classifiers die er nu zijn, zijn gewoon zoveel beter dan alles wat daarvoor bedacht is aan technieken. Een andere database die dit vakgebied ontzettend belangrijk heeft gemaakt, is ImageNet. ImageNet bestaat uit
plaatjes van 224 bij 224 pixels in kleuren, met, gelabeld met ongeveer 1000 klasses. Dus denk aan honden, katten, vliegtuigen, dat soort dingen. Ik wil de plaatjes laten zien, maar er zit een bepaald soort copyright op de plaatjes. Dus die, zeker op een open softwareconferentie laat ik die maar niet zien. Maar je kunt ze wel zo opzoeken op internet. En goed, en de competitie hierin was, schrijf een computerprogramma of een classifier die deze plaatjes kan klassificeren. Die dus 1000 klasses uit elkaar kan halen. En in 2015 werd er uiteindelijk een classifier gevonden door Microsoft, ResNet heet dat, die dat beter kon dan mensen. Dus het is, goed, dat is iets waar je eens over na zou kunnen denken. Dat maakte de hype gigantisch. Een andere toepassing is de zelfrijdende auto's, van, onder andere van Tesla. Super gaaf, want je moet je dus voorstellen, er staan camera's, een soort van ray detectors voor op de auto. Die worden gedetecteerd uit de ray detectors, moeten dus de beelden segmenteren en vervolgens dan gaan voorspellen van ja, waar gaat de auto in de toekomst naartoe, waar gaat die tegenaan, knalt die ergens tegenaan, wat moet ik daarvoor doen om dat niet te laten gebeuren. En dit maakt zwaar gebruik van diepe netwerken en deep learning. Andere voorbeelden is, ik heb hier Google Translate neergezet en Siri, volgens mij is het tweede logo van Siri, dus stemherkenning is dat. Dat zijn beide weer dingen die, ze bestonden al lang, maar sinds de introductie van deep learning hebben deze methode een gigantische opmars gemaakt. Ze zijn gewoon veel, veel beter geworden dan wat ze daarvoor waren. En zelfs tegen menselijke supermens dingen aan. Dus in ieder geval Google Translate is denk ik al beter om mijn teksten van Nederlands naar Engels te vertalen dan dat ik zelf ben. Zegt ook wat over mijn Engelse vaardigheden hoor. En AlphaGo is dan weer een ander voorbeeld. Ook erg interessant, dus ik dacht bijvoorbeeld 10 jaar geleden, ik heb vroeger veel Go gespeeld op universiteit. En ik dacht echt van ja, er gaat de eerstkomende 100 jaar nog geen computer komen die beter is dan een mens in het spelen. Dus ik dacht van nou, misschien als de quantumcomputer ooit een keertje komt, dan kan hij dat wel. Maar ik had het volledig mis. En vorig jaar kwam Google inderdaad met AlphaGo. En AlphaGo is gewoon beter dan de beste mensen die Go spelen. Of in ieder geval kan die mensen verslaan. En ja, dit is opnieuw een voorbeeld waar heel veel deep learning in toegepast is. En een beetje reclame. Dit is het bedrijf waar ik werk. En het bedrijf, wat doet dit? Wij maken automatische borstkankerdetectie. En het idee is dus, vrouwen tussen de 50 en 75 hier in Nederland krijgen een uitnodiging om gescreend te worden voor borstkanker. Het is een uitnodiging, dus ze kunnen dan naar een screening gaan. Er worden in totaal 4 x-ray foto's gemaakt, dus mammogrammen heette dat. Eentje van bovenaf, dat zijn de twee rechter. En dan eentje van een beetje schuin opzij. Het zijn lage doses x-rays, waar veel tissue nog op te zien is. En dat is ook wel, goed, even kijken, dat kun je hier ook wel zien. Je ziet hier stukjes wit. En wat onze software doet, onze software probeert soft tissue lesions te vinden. Bijvoorbeeld dit ding hier, en je ziet hem hier ook. En in de volksmond heten die massa's. En deze massa's worden vervolgens geclassificeerd op hoe kwaadaardig is deze massa. Nou, en dit is een voorbeeld van iets wat ontzettend kwaadaardig is. Dus 95 is de hoogste waarde die onze software kan geven aan een massa. Dus dit is niet goed, zeg maar. Flink kwaadaardig. Ik hoop dat dit een beetje motiveert waarom deep learning belangrijk is.
Ik moet er wel bij zeggen, van ik laat nu een aantal succesverhalen horen van nou, hier zit deep learning in, wow, het werkt veel beter. Maar het heeft ook wel grenzen. Deep learning is een hype. En dat heb ik hier ook neergezet. Dus er is een tijdje geweest, en misschien is dat er nog steeds wel, waarbij er echt gedacht werd van ja, alles kan opgelost worden met deep learning. Ik ben daar zelf totaal niet van overtuigd. Het is voornamelijk iets wat heel goed werkt voor beeldverwerking en geluid. Ook een beetje in het voorspellen van de toekomst, dus in de tijd. Maar er zijn ook zeker problemen die ja, met deep learning net zo moeilijk op te lossen zijn als met de klassieke machine learning daarvoor. Dus we hebben dus een van de definities van deep learning is denk ik dat op dit moment gewoon een hype is. Maar een betere definitie is denk ik het hebben van hidden layers in je classifier. Ik ga nog uitleggen wat dit is, maar ik denk als je deze definitie aanneemt, dan heb je in ieder geval het woordje deep in de deep learning goed te pakken. Hoe meer hidden layers je in je classifier hebt, hoe dieper je netwerk is en hoe meer je aan het deep learnen bent. Het probleem alleen met deze definitie is, is wel goed toepasbaar, maar het vertelt je niet echt wat deep learning is. En ik denk persoonlijk dat de beste definitie van deep learning is dat deep learning is een methode om features automatisch te leren en ze vervolgens een klassificatie daarop te doen. En ik ga uitleggen wat dat betekent, of ik ga dat doen. In een simpel geval. Dus hier nog, ja, goed, ik heb het al een beetje kort gezegd, van wat is eigenlijk het verschil tussen klassieke machine learning, zoals we die hadden voor deep learning, en moderne machine learning, of deep learning. Nou, de klassieke machine learning werkt als volgt. Heel globaal geschetst natuurlijk. We hebben een of andere input en we willen een of andere output krijgen. En we maken een machine die het volgt werkt. Gegeven de input hebben we iets, een of andere black box, die we zelf maken, die features maakt van die input. En die features worden vervolgens aan een classifier gegeven, die classifier die klassificeert die features. Deep learning is in mijn visie eigenlijk het samenvoegen van die twee. Dus de features maken en het klassificeren wordt in één keer gedaan en alles wordt gedaan door de computer. Je hoeft zelf niet meer die features te maken. Ik geef hier nog een duidelijker voorbeeld van. Deep learning is een ontzettend groot gebied. En ik beperk me gigantisch in dit gebied, omdat ik nog maar half uur tijd heb. Ten eerste, ik praat alleen maar over supervised learning. Dus ik weet niet hoe je supervised naar het Nederlands vertaalt. Dus je hebt supervised learning en unsupervised learning. Supervised learning betekent dat voor alle trainingdata die je hebt, je ook het gewenste uitkomst al hebt. In het geval van borstkanker is het dus zo dat we hebben dus die mammogrammen met de massa's daarin. En we weten al van die massa's of ze kwaadaardig zijn of niet. Dat is gelabeld. Dus dat heet supervised learning. Unsupervised learning zou zijn als we die labels niet hebben. Je kunt je bijvoorbeeld een voorbeeld van unsupervised learning is dat je hebt een aantal opgenomen audioberichten en je vraagt je vervolgens af van welke audioberichten zijn van hetzelfde persoon. Nou ja, je weet dat vooraf nog niet, maar je kunt wel classifiers trainen om dat te detecteren. Ik hoop dat een beetje. Ik ga niks zeggen over recurrent neural networks. Dus recurrent betekent dat de tijd erin meegenomen
ongeveer dat de tijd erin meegenomen wordt. Verder zeg ik ook niks over reinforced deep learning. Er zijn denk ik wel meer dingen. Ja, goed. Nou, ik heb het de hele tijd over classifiers. Maar de vraag is nu van, ja, hoe ziet zo'n classifier er eigenlijk uit? Een classifier bestaat uit een aantal bouwstenen. Wacht. Ik ga eerst iets anders. Dus ik heb het over die classifiers, maar wat is nou eigenlijk die classifier? Of wat is het gewenste idee van die classifier? Nou, wat ik hier heb, is ik heb twee plaatjes. Beide van een mammogram. En op beide plaatjes hier zie je een massa. Eén van de twee is een kwaadaardige massa. De andere is een goedaardige massa. Nou, ik weet niet of mensen zo zien welke kwaadaardig is en welke goedaardig. Dus misschien een crash course op radiologie. Of radioloog. Oh, ik moet er niet voor gaan staan. Heeft iemand zich ooit afgevraagd waar het woord kanker vandaan komt? Gewoon wat betekent kanker? Ja? Ja, ik hoor wel een paar dingen. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat ik wil horen. Dus kanker is een familienaam voor krabben. Dus een krab heeft een flinke massa in het midden met een paar speculaties aan de buitenkant. En dat is wat je hier ziet. Je ziet hier een massa in het midden met speculaties naar de buitenkant toe. Terwijl hier zie je ook een massa, maar die is volledig rond, die heeft geen speculaties. En nou, dat geeft je direct het antwoord. Dit is een kwaadaardige zwel en dit is een goedaardige zwel. Sterker nog, ik denk zelfs dat dit gewoon een lymfklier is. Hier is niks meer aan de hand, maar dit is erg gevaarlijk. En wat we willen een computerprogramma of een classifier, genaamd F, die als ik als input mijn kwaadaardige zwel geeft, dan moet hij een hoge output geven. Laten we zeggen 1. 1 is in dit geval heel hoog. En als ik het B9-patch, dus misschien een beetje moeilijk te zien, maar deze hier staat hier ook. Als ik die hierin vul, dan moet er 0 uitkomen. Het moet een lage waarde geven. Nou, hoe zou je zoiets in machine learning kunnen doen? Ik ga het over bouwstenen hebben waar zo'n functie f uit kan bestaan. Als eerste behandel ik wat klassieke constructies. Je hebt de fully connected layer. En nu gebruik ik wat wiskundige notatie, maar ik maak het straks wel duidelijker in een voorbeeld. Dus je hebt een of andere input x en een matrix die van je ruimte m naar ruimte n gaat. En je output is dan precies de matrixvermenigvuldiging met je input. En oké, dat is de wiskundige definitie voor een fully connected layer. En je hebt niet-lineaire activatiefuncties. En ja, wat een niet-lineaire activatiefunctie is, is niks meer dan een functie die van je ruimte Rn naar je ruimte Rn gaat en niet-lineair is. Dus hoe zeg ik dat makkelijk? Met lineaire dingen moet je denken aan lijnen en dat soort dingen, terwijl deze sigma hier is geen lijn. Waarom? Goed. En wat ik dus kan doen, ik kan dus mijn input x nemen, ik kan mijn matrixvermenigvuldiging daarop toepassen en krijg ik een output i. En die i, daar kan ik mijn sigma op toepassen en krijg ik een output z. Nou, dat zijn eigenlijk alle bouwstenen die je nodig hebt voor machine learning, klassiek. Nou, oké, niet helemaal, maar dat is genoeg in ieder geval voor dit praatje. En wat ik nu kan doen, ik ga nu features maken voor mijn input. Dus, ik heb hier weer het kwaadaardige patch, mijn kwaadaardige patch. En stel je voor, ik kan een computerprogramma schrijven dat een
waarde geef voor mijn speculaties. Dus misschien kan ik een computerprogramma maken dat het aantal speculaties telt die hij kan zien in deze massa. Net zo heb ik misschien een computerprogramma dat contrast kan bepalen van mijn massa. Misschien iets met hoe compact mijn massa in elkaar zit. En de intensiteit van de pixels. Oké, dat is veel werk, want voor elke moet je een apart programma schrijven. Zeker met speculaties. Ik heb geen idee hoe je dat met de hand makkelijk zou kunnen doen. Maar stel je voor dat we deze hebben. Dit zijn onze features waarmee we werken. Dan kunnen we onze classifier als volgt definiëren. We hebben dus de input patch. We zien, dit was de speculatie. Voor contrast en compact. En intensiteit. We vermenigvuldigen deze met gewichten W1 tot en met W4. En passen vervolgens onze niet-lineaire functie toe. En dit noemen we, in wiskundige notatie is dit sigma WF. Dit kunnen we onze classifier noemen. En het doel nu is, om gegeven deze functie, moeten we goede gewichten vinden, zodanig dat wanneer we de kwaadaardige patch erin invoeren, komt er ongeveer 1 uit. En als we een goedaardige patch erin voeren, dan komt er 0 uit. Er zijn heel veel methoden om die gewichten te vinden. W1 tot met W4 noemen we gewichten. Er zijn een heleboel methoden om die gewichten te vinden. Ik heb denk ik geen tijd om dat uit te leggen, hoe je ze vindt. Maar het idee is dat we kunnen wel zoeken naar gewichten zodanig dat dit ongeveer geldt. En zo werkt het klassiek. Modern met deep... Nog iets erbij van, wat zijn hidden layers? Dus wanneer spreek je over meerdere lagen? Het voorbeeld terug hier heeft maar 1 laag. Want we krijgen de input hier binnen. Of hier krijgen we de input binnen en het geeft direct een output. Maar met hidden layers bedoel ik dat je zou dit meerdere keren achter elkaar uit kunnen voeren. Ik heb hier weer een wiskundige formule hier staan. Hier zit 1 hidden layer in. Ik kan het ook doen in een plaatje. Dus je hebt bijvoorbeeld, we hadden 4 inputs, namelijk intensiteit, contrast, compactheid en speculatie. Dan hebben we 1 hidden layer hier tussen zitten. Dus van deze stap hier naar hier is precies dit stukje hier uitvoeren. En dan vervolgens gaan we naar de hidden layer naar 1 output. En die output moet ergens tussen 0 en 1 zitten. In deep learning hebben we nog een aantal extra lagen erbij zitten. 1 van die lagen is de convolutie. Ik heb hier weer de wiskundige formulering van een convolutie opgeschreven, maar ik heb straks een paar voorbeelden waar het denk ik wat makkelijker in uit te leggen is wat een convolutie is. Maar het idee van een convolutie is dat gegeven een input als plaatje, geeft hij als output weer een plaatje. Zo kun je erover nadenken. En naast convoluties hebben we ook pooling, of een pooling layer. En wat een pooling layer doet, is gegeven een input, het probeert een output te maken die kleiner is, een stuk kleiner dan de input. Hier ga ik ook weer een voorbeeld over geven. Waarom zou je dit willen? Omdat convoluties de dimensie bewaren, in ieder geval in dit geval... voer je poolings uit om juist de dimensie wat kleiner te maken. Want uiteindelijk, de volledige input... de input is het volledige plaatje, maar als output wil je eigenlijk maar 1 resultaat hebben, namelijk alleen maar 0 of 1. En die poolings zijn er juist voor bedoeld om de dimensie omlaag te brengen in je classifier. Wat is een convolutie? Je moet je voorstellen, dit is je inputplaatje. Elk boxje staat voor 1 pixel. En je kan bijvoorbeeld dit als kernel gebruiken.
En wat deze kernel doet, de kernel loopt over je inputplaatje heen en levert een outputplaatje van dezelfde dimensie, in ieder geval in dit geval. En dat werkt als volgt. Dus stel je voor, we willen de output bepalen van deze pixel hier. Dan kijken we, leggen we de kernel op de input van precies dezelfde plek. Wat we vervolgens, we zitten hier toevallig in een randgeval. Dus als we de kernel op deze plek leggen, dan hebben we hier een rand zitten. Nou, die rand die vullen we op met exact dezelfde cijfers als, of dezelfde pixels als die tegen de rand aan zitten. En vermenigvuldigen deze waarde hier met deze waarde hier. Dat staat ook hier. Dus 0 keer 7 is 0. Dan gaan we naar de volgende. 7 keer min 1 is min 7. Dan gaan we naar de volgende. Nou goed, de volgende. En wat we uiteindelijk doen, is als we al deze pixels gehad hebben, we tellen het geheel op. Nou, het geheel samen is 9. Dus de output pixel wordt 9 hier. Is het een beetje duidelijk of ga ik hier veel te snel overheen? Mooi. Nou, en dan als je klaar bent, dan ga je naar de volgende. Ik weet niet hoeveel ik precies heb laten zien. Oh ja. Dus hier, dit zijn wel alle cijfers die, of alle getallen die je bij elkaar op moet tellen. Er komt 8 uit. En ja, goed, dan gaan we naar de volgende, naar de volgende, naar de volgende. En op een gegeven moment hebben we het hele plaatje gehad. In dit geval, de kernel is zo gekozen dat het resultaat wat je krijgt een scherper plaatje is dan wat daarvoor zat. Tenminste voor je oog. Ja, dat is hier heel moeilijk te zien, maar zou ik een echt plaatje nemen en zou ik die kernel erop toepassen, dan wordt het resultaat een stuk scherper. Nou, we willen niet scherpere dingen hebben, maar we willen juist randen gaan detecteren. Dit is een Sobel kernel. Volgens mij detecteert deze Sobel kernel horizontale lijnen. En ik heb deze Sobel kernel op onze kwaadaardige patch toegepast. En ik hoop dat het een beetje te zien is. Nou, het is erg zwart. Maar wat je ziet is dat de redelijk horizontale speculaties, die komen ook in het resultaat erg goed voor. Dus ja, je ziet die speculaties hierboven en hetzelfde hieronder zie je er eentje. Die zie je hier heel duidelijk lopen. En het mooie van kernels is dus dat die kernels randen kunnen detecteren. Dus dit geval detecteert hij verticale lijnen. Maar ik kan er ook eentje bedenken voor horizontale en ik kan eigenlijk elke hoek wel afgaan. Dan heb ik hier ook een voorbeeld van pooling. Dus je moet je voorstellen van, nou, dit is je inputplaatje. Wat je bij je input doet, je verdeelt het in kleinere vakken. Oh ja, deze pooling heet een maxpooling. Dus ik verdeel mijn plaatje in kleinere vakken. En per vak neem ik de maximale waarde. Dus in dit geval 4, dan bij deze 3 enzovoort. Ik kan nu hetzelfde doen met mijn geconvolutioneerde maligne plaatje. Dus dit is de convolutie van mijn kwaadaardige massa. En als ik de pooling toepas, krijg ik een plaatje dat, ja, een beetje afhankelijk van hoe je dimensie stelt, maar 4 keer zo klein is. Maar waar alle maximale waardes wel hoger oplichten. Van, nou, waarom is dat interessant? Omdat in dit geval dus de randen hier beter zichtbaar zijn. Dus je max spoelt om twee redenen. Ten eerste, je max spoelt eigenlijk om de volgende reden, namelijk om je informatie, om je data minder te maken. Dus ik heb nu 4 keer minder data, maar ik wil wel mijn informatie zoveel mogelijk behouden. Oké, dus het resultaat hier is dat we nou verticale lijnen hebben gedetecteerd. Maar je moet nu een beetje hetzelfde denken als bij driedimensionale beelden in je computer. Van
Als je in je Unreal Engine een of ander model wil modelleren, dan doe je dat in kleine driehoekjes. En hetzelfde kunnen we, een vergelijkbaar iets kunnen we hier ook doen met deze convoluties en deze pooling layers. Dus als we nou onze massa willen detecteren, doen we dat als volgt. We vinden een aantal convoluties voor verschillende lijnen. Die poelen we allemaal op een beetje efficiënte manier en alles samen. Als we die dan samen nemen, detecteert uiteindelijk onze volledige massa. En dat is precies wat we nu dus doen. Dus we hebben de convolutie layer, we hebben de pooling layer. Maar met één convolutie en één pooling ben je er nog niet. Je wil er juist een heleboel op elkaar stapelen. Nou, dit is een netwerk die gemaakt is door Google in ook in 2015. En dit is een mooi voorbeeld van hoeveel convoluties en hoeveel poolings je wel niet bij elkaar wil nemen. Dus de huidkleurige vierkantjes, dat zijn convoluties. En de blauwe en de groene dingen zijn poolings. En je ziet dat dit alleen maar convoluties zijn. Convoluties, convoluties. En pas hier houdt het op met convoluties. En wat je hier krijgt, is dat een inputplaatje wat je hier instopt, gaat door al die convoluties en al die poolings heen. En de output hier zijn alleen maar nog een paar getalletjes. En deze getalletjes, dat zijn precies de features die we nodig hebben voor de classifier die hier achteraan zit. Dus wat ik eerst liet zien in een traditionele methode, dat je je eigen programma's moest schrijven voor speculatie en voor contrast en dat soort dingen, wordt in de deep learning laag gedaan door het hele stuk wat hier voorin zit, met alleen maar convoluties en poolings. Nou, dan zie je nog een paar andere layers ertussen zitten, daar hoef je niet te veel druk om te maken, maar dit is ruwweg het idee. Dus dit is je featureberekening en dan na je featureberekening heb je je klassificatie. Oké, maar het probleem is nu, ik heb die convoluties laten zien, je hebt die klassificatie, maar hoe vind je nou de goede convoluties en de goede gewichten voor je classifiers? En dat is een groot probleem, of in ieder geval een grote uitdaging binnen deep learning. Want het probleem is dat, klassiek gezien, wat ik eerder liet zien, daar spraken we maar over vier gewichten. Die vier gewichten die zijn niet zo moeilijk om te vinden. Je zou het zelfs brute force kunnen doen. Maar met zo'n diep netwerk waar je meer dan 1000 gewichten hebt, is dat veel moeilijker. Dat kun je niet zo eventjes brute force doen. En een oplossing daarvoor, en dat is een oplossing die in ieder geval veel hoort binnen deep learning, is backpropagation. Even kijken of nog. Nou, ik heb nog 10 minuten. Dat lukt 10 minuten, toch? Ja, kwartieren dan nog 1 tot 5 minuten. Ja. Nou, houdt op 10 minuten. Wat is backpropagation? Ik ga maar een heel algemeen idee ervan geven. Als eerst heb je de forward pass. Dus gegeven je netwerk, wat je kan doen, je kan gewoon willekeurig gewichten kiezen. Waarschijnlijk kies je ze dan allemaal verkeerd, maar je kan het wel gewoon iets proberen. En vervolgens pak je dan je kwaadaardige patch, je voert hem in je netwerk, dat heet een forward pass, en je krijgt een of andere score. Die score, je wil natuurlijk dat die 1 is. Maar omdat je gewichten willekeurig gekozen hebt en waarschijnlijk verkeerd gekozen hebt, is die score niet 1, maar bijvoorbeeld 0,7. Maar wat je dan kan doen, je kan zeggen van hoe ver zit ik ernaast? En dat heet je loss. Nou, in dit geval, ik wilde dat mijn uitkomst 1 was, maar hij is 0,7, dus ik zit er 0,3 naast. En de kracht van deze convolutionele neurale netwerken is dat
als je de loss hebt en oké, je zet nog wel wat extra eisen op je convolutionele neurale netwerk. En die extra eisen zijn dat alle layers die je erin stopt differentieerbaar zijn. Nou goed, technisch iets. In ieder geval in alle voorbeelden die ik liet zien is dat het geval. Als je loss hebt, dan kun je over je loss de gradiënt uitrekenen. Ik geef de gradiënt hiermee aan. En eigenlijk is dit niks meer dan middelbare school wiskunde. Dus je hebt een functie. En wat je doet van die functie, je rekent zijn afgeleide uit. Nou, en in dit geval is de functie is L. En je rekent de afgeleide van L uit. Nou, wat zegt de afgeleide van L? Die zegt welke kant je op moet lopen om een hogere waarde te krijgen. Ofwel, de afgeleide geeft je de richtingscoëfficiënt van je loss aan. Maar als je de richtingscoëfficiënt weet van je loss, dan weet je ook hoe je je loss aan moet passen, zodat die kleiner wordt. En dat is precies de backward pass die we hier toepassen. En het idee dus van de backward pass is dat je de gewichten in je convolutionele neurale netwerk aanpast, zodanig dat de loss ietsje lager wordt. Ik ga de details niet uitleggen van hoe dit werkt. Eigenlijk om twee redenen. Ten eerste omdat het ontzettend technisch is. Of ontzettend technisch, het is heel veel rekenwerk. En je krijgt heel veel formules te zien. En ten tweede omdat je er waarschijnlijk niks van leert wanneer ik het voordoe. Dit is typisch iets wat je gewoon zelf een keertje met de hand moet doen. Dus neem een simpel klein netwerkje, reken een losfunctie uit, reken de gradiënten vanuit en pas de gewichten aan ten opzichte van je gradiënt. En als je dat dan een paar keer doet, dan heb je op een gegeven moment gewoon door hoe dit werkt. En dan zie je dat, dit klinkt een beetje als magie, maar eigenlijk is het helemaal niet zo speciaal. Ik heb hier nog een voorbeeld. Dus dit is eigenlijk hoe stochastische gradient descent werkt. Deze ruimte die je ziet, dus een tweedimensionale ruimte. Dit zijn alle gewichten die je kan kiezen. En ik kies een willekeurig gewicht W1. En als ik W1 gekozen heb, kan ik mijn trainingdata in mijn convolutionele neuraal netwerk op W1 toepassen. En ik krijg dan een loss, of een verlies, en een gradiënt van het verlies. Dus ik weet dat als ik deze kant op loop, dat mijn verlies groter wordt. Dus wat ik doe, ik loop exact als de andere kant op. Want dan weet ik in ieder geval dat mijn loss in het ergste geval gelijk blijft. En in een beter geval omlaag gaat. En mijn W2, dat zijn dus mijn nieuwe gewichten. En ik kan met die nieuwe gewichten weer exact hetzelfde doen. Ik pak mijn trainingdata. Ik stop het in mijn classifier. Ik krijg een loss. Ik reken de gradiënt ervan uit en ik weet welke kant ik loop tegenovergesteld van de gradiënt. Nou, en als je dit een paar keer doet, dan hoop je in ieder geval op een gegeven moment te convergeren. En dat geconvergeerde netwerk, dat waarschijnlijk hier ergens ligt, dat is uiteindelijk het netwerk dat, als je het goed gedaan hebt, goed getraind is. Nou, ik heb natuurlijk nu een heleboel onder de tafel geveegd. Dat is een apart vakgebied van hoe je precies stochastische gradiëntafdaling toe moet passen. Maar dit is wel ruwweg het idee. En als je dit een beetje begrijpt, dan begrijp je ook wel de meer technische dingen van stochastic gradient descent. Dus samengevat. Hoe train je nou zo'n classifier? Nou, je begint met heel veel trainingdata te verzamelen. Want, even terug. Het vereist wel heel veel trainingdata om dit toe te passen. Van elke keer wanneer je een stapje verder. Ja, goed, die stappen vinden werkt beter als je meer trainingdata hebt. Dus begin met, je hebt heel veel trainingdata nodig. Je creëert zo'n classifier, zoals ik besproken heb eerder.
Je doet een forward pass over je netwerk. Als je de forward pass hebt gedaan, dan kun je backpropagation doen over het verlies van je forward pass. En dat, ja, je update dan je weights die je hebt die je eerder had. En dat doe je net zo lang totdat je een goed resultaat hebt. En nu veeg ik opnieuw iets onder het tapijt. Namelijk, het is misschien ook handig om een deel van je data afzonderlijk te houden, zodat je daarop kan testen. Dus je moet je voorstellen dat als je traint op je data, heb je data dat, in het Engels heet het biased. Bevoordeeld is, ja. En je wil misschien ook een deel van je data niet bevoordeeld of onafhankelijk hebben, zodat je het ook echt goed kan testen of je classifier wel echt zo goed werkt als dat je denkt dat hij werkt. Ja, oh ja, dankjewel. Oké. Dus eigenlijk waar deze conferentie ook om gaat. Stel, je bent me nog niet kwijt en je bent van overtuigd, dit is leuk, dit wil ik ook wel doen. Dit is goed voor mijn bedrijf of als hobbyproject. Wat voor tools zijn er voor deep learning? Want ik heb nu al die dingen uitgelegd, maar het is allemaal best wel technisch, je moet best wel veel programmeren. Dat is allemaal niet zo erg, want het is allemaal al lang voor je gedaan. En ik heb hier een lijst gegeven van open software tools die je gewoon kan gebruiken. Dus een van de allereerste tools voor deep learning die ik kon vinden is Torch. En Torch wordt nog steeds gebruikt, dus het heeft de BSD-license. Het is alleen wel een nadeel, je moet in Lua programmeren of in C. C kan ik wel een beetje, Lua totaal niet. Dat is waar. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Torch is ook wel... academisch wordt Torch nog best wel veel gebruikt. Een andere, redelijk oude, maar wel nog veel gebruikte taal of toolkit is Theano. Theano is ook onder de BSD-licentie gepubliceerd. En de interface is volledig in Python. Python ga je vaker hier terugzien. Een wat modernere taal is Caffe. Caffe is door Berkeley gemaakt onder licentie BSD. En het is een van de eerste die echt wel goed gesupport werd voor C++. Dus bijvoorbeeld bij ons bedrijf gebruiken we Caffe in het product zelf. Niet zozeer voor onderzoek, maar wel voor de deployment in het product. Voornamelijk om... Volgens mij de snelste taal van de toolkit van alle toolkits die ik hier ga noemen. En de C++ interface is best wel goed. De Python interface en de MATLAB interface daarentegen vind ik een stuk minder. Je hebt MXNet. Ik heb zelf geen ervaring met MXNet, maar het is wel een open source tool en het support echt... een gigantische lijst aan talen, of een gigantische lijst aan interfaces. Ik ken wel een paar mensen die er erg positief over zijn. De vorige toolkits zijn allemaal, of werken in ieder geval goed op Linux en op Mac. Maar volgens mij geen van alle kun je direct op Windows laten werken. Maar Windows heeft zelf, of Microsoft heeft zelf zijn eigen toolkit gepubliceerd. Volgens mij is de Microsoft Cognitive Toolkit of zoiets. Open source license. Deze werkt sowieso op Windows. Dan heb je TensorFlow van Google. TensorFlow opnieuw is gewoon open source. Dus het is wel geproduceerd door Google, maar... ik denk voornamelijk onder de druk van alle open source... toolkits die er al waren, konden ze niks anders dan het ook open source maken. En niet... Keras heb je. Keras is alleen maar een wrapper rondom TensorFlow, MXNet en Theano, denk ik. Misschien nog wel meer. Keras is echt ontwikkeld om zo eenvoudig mogelijk te zijn. Dus als je snel experiment wil uitvoeren als eerste taal...
ja, scare als een goede keus. En Facebook zat in flinke competitie met Microsoft en Google en heeft recent, dus begin dit jaar, Café 2 uitgebracht en PyTorch. Nou, Café 2 is een uitbreiding op Café. Dus Facebook onder de hoed gebruikt constant Café. Die is uiteindelijk uitgegroeid tot Café 2. Maar die hebben ze gewoon open source uitgebracht. Met grote druk, denk ik. En PyTorch is een wrapper van Torch in Python. Fijn programma. Dit is de samenvatting. Nou, oké, laat ik even snel door de samenvatting gaan. Wat is deep learning? Nou, deep learning is een hype. Maar deep learning geeft wel, kan wel mensen in bepaalde vakgebieden flink outperformen. Dus je hebt superhuman abilities in deep learning. En daarom is deep learning denk ik een interessant vakgebied. Mijn visie op deep learning is dat deep learning een techniek is om zowel de features als klassificatie in één keer te doen voor je classifier. Features zijn niks meer dan gestekte convoluties en poolings en niet-lineaire activatiefuncties achter elkaar. Die zag je ook al in de GoogleNet met gigantische convolutielagen. En het trainen van een deep netwerk kun je doen met stochastische gradiëntafdaling. Er zijn ook andere methoden voor, maar dit is de meest gebruikte of de makkelijkste, denk ik. En er zijn veel open source software toolkits die je kan gebruiken voor deep learning. Dat is het einde van mijn praatje. Bedankt. Ik denk dat er nog wel heel wat vragen zijn. Ik zie John in ieder geval als eerste. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk 3 vragen, maar ik zal hem perken tot 1. Ik zie dat je die sigma-functie, die pas je toe op een aantal attributen die je met van gewicht hebt voorzien. Maar waarom pas je niet die sigma-functie op de individuele gewichten toe? Of op de attributen toe, direct? Dus je past ze toe op de sommering. Maar wat is de reden om eerst te sommeren en dan die sigma-functie te doen? Goede vraag. En het antwoord is, het kan allebei. Het is een keuze die je maakt. Het hele idee van die niet-lineaire sigma-functie die je eraan toevoegt, is omdat als je die functie er niet tussen zou stoppen en je stekt al die dingen bij elkaar op, dan is het totaal weer lineair. Dus een stelling uit de lineaire algebra is dat als je lineaire functies achter elkaar zet, blijft het geheel weer lineair. En je wil ergens daartussendoor iets niet lineairs hebben. En dat kan inderdaad op de individuele coëfficiënten, maar ik heb ervoor gekozen om het op het geheel toe te passen. Maar het kan allebei. Hoe zijn de resultaten in jullie omgeving? En is het vooral ook veel verbeterd met nieuwe hardware en nieuwe software technieken? Of kan je daar wat over vertellen? Dus even een korte, wat bedoel je met welke resultaten? Die voor mijn bedrijf? Ja, precies. Ja, nou, ik moet daar natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn. Voordat we deep learning toepasten en gewoon klassiek, waren we even goed als een beginnend radioloog. Na het toepassen van deze deep learning technieken zijn we even goed als een gemiddelde goede radioloog. Dus we komen tegen het super radioloog aan. Maar er zijn nog altijd een paar radiologen die iets beter zijn dan onze software. Maar als je AlphaGo er tegen speelt, maak je mee. Ja. Als je Go speelt, maak je mee. Ja, dus het... Ik denk dat... software. Dus het introduceren van GPU's. Dus videokaarten heeft het software ontzettend veel beter gemaakt. Omdat je veel sneller kan trainen op videokaarten dan op je standaard CPU.
Dat, ja, ja, goed, daar ga ik niet te diep op in, maar dat is het eigenlijk wel. En ik denk dat daar nog wel veel in verbeterd kan worden. Dus dat de classifiers die we nu hebben misschien nog wel veel beter kunnen worden als de grafische kaarten ook beter worden, omdat we dan gewoon meer kunnen trainen en meer kunnen uitproberen. Ik vrees dat we langzaam aan het uitlopen zijn, dus ik stop het hier. Maar laat ik zo zeggen, bij de borrel is natuurlijk plenty gelegenheid om met Nout opnieuw van gedachten te wisselen. Ja. Bedankt voor het luisteren.